Van die gelegenheid maakte advocaat Wim Anker dankbaar gebruik. Eenmaal aangekomen in de rechtbank vroeg hij de rechter om verduidelijking van de resultaten van de urine- en bloedtesten die bij Sander V. zijn afgenomen. Wij hebben gevraagd om aan de rechtbank om de rechtercommissaris te vragen om een deskundige te benoemen, een toxicoloog die urinecontrolegegevens gaat beoordelen, uitleggen. Wat bedoelt men precies met die resultaten? En dat zijn resultaten van urinecontroles die afgenomen zijn tijdens de detentie van onze cliënt. En daarmee willen wij aantonen dat er inderdaad sprake is geweest van royaal gebruik van softdrugs. En dan kunnen we later gaan proberen aan te tonen dat dat ook invloed kan hebben op iemands gedrag. Vorige week werden details over de moord al door het Openbaar Ministerie naar buiten gebracht. Tijdens de zitting van vandaag was daar ook nog even de aandacht voor. Maar door de enorme media-aandacht was er niet genoeg ruimte voor alle cameraploegen. En daarom moest de camera van RTV Dordrecht op de gang het geluid opnemen. Hij wordt ervan verdacht dat hij haar seksueel heeft misbruikt. Hij wordt ervan verdacht dat hij haar heeft gewurgd. Hij wordt ervan verdacht dat hij haar lichaam heeft verborgen na haar overlijden. Met het beschikbaar komen van het einddossier, nu 2 weken geleden, heb ik ervoor gekozen een en ander als volgt op de dagvaarding te zetten. Het ontvoeren is te laste gelegd als opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het seksueel misbruik is te laste gelegd als verkrachting door haar borsten te betasten en zijn penis in haar mond te brengen. Dit is verder in een aantal subsidiaire vormen te laste gelegd. Het wurgen is te laste gelegd als moord, dan wel gekwalificeerde doodslag, dan wel doodslag. Ook Sander V. kreeg nog de mogelijkheid om iets te zeggen. Hij vertelde, op het moment dat de camera uit moest, hevig geëmotioneerd dat hij een heleboel te vertellen heeft, maar dat hij in het belang van het onderzoek dat niet op dit moment wilde doen.